Agrippina en Lovina. Agrippina en Lovina. Hallo, wij gaan Romeins koken met Agrippina. Dat ben ik. En met Lovina. En dat ben ik dus. Wij zijn twee hele gewone Romeinse meiden en kookgek. En vandaag gaan wij maken wat de eerste Romeinen eten. Romulus en Remus, die twee supercoole gasten. Zij hebben Rome gesticht. Wow, respect. Oh, daarmee willen wij op een dubbeldate. En dan neem ik Romulus. Nee, Remus is voor jou, Romulus is van mij. Whatever. Oké, wat eten de eerste stoere Romeinen? Pizza? Nee. Spaghetti? Kapsalon? Nee, dat bestond nog niet. Ze eten heel simpel brood en olijfolie. 'S Ochtends brood en olijfolie. 'S Middags brood en olijfolie. En 's avonds brood en olijfolie. En daarvan werden ze heel sterk. Daarop versloegen ze de hele wereld. Later worden de Romeinen super decadent met laffe hapjes, pauwetongetjes en kikkerbilletjes. Of een lekker giraffennekje. Of een varkensbaarmoeder. Dat hebben ze in Perzië geleerd. Maar daardoor worden ze heel pafferig en dik. En dan kunnen ze niet meer knokken. En dan stort het Romeinse Rijk dus in. Erg. Kijk dan eens naar Romulus en Remus. Alleen maar brood en olijfolie. Super mega saai. Maar ja, je wordt er wel hard van. Nou, geef mij die stoere Romulus maar. Oh, die is zo cute. Remus is voor jou, Romulus is van mij. Nee, Romulus is van mij. Nee, van mij. Ik wil Romulus. Ah, ik wil hem. Oh, nee, ik wil hem. Ah, Oké, jij mag hem. Nee, jij mag hem. En jij mag hem. Jij mag hem. Oké, afkondigen. Doei, doei.